Maar waar het om gaat is proefkonijnen. En de mensen die het programma kennen, die weten, jullie doen nou echt de meest idiote dingen. Ik kan me niet voorstellen, aan het begin van het seizoen moet je wel eens denken, ik ben benieuwd wat ze nu weer in petto hebben voor mij. Of valt dat mee? Nou ja, ja. Het is altijd wel spannend. Ja? Overleven we dit seizoen wel? Ja, nee, het is inderdaad spannend. Maar we mogen zelf natuurlijk bepalen of we het doen. Hè? We hebben ook nee gezegd soms, maar we zeggen ook heel vaak ja. En wat is dan je criterium? Wanneer zeg je ja, wanneer zeg je nee? Als de kans op overlijden groter is dan overleven, ja? Dan is het meestal een nee. Nee, moet je het niet doen. Maar Jan, die sloopkogel, laat me daar maar mee beginnen. Die sloopkogel. Ja. Wat is de theorie achter wat we straks gaan zien? Want je ziet een kogel van 1000 kilo. Ja. Die komt naar je gezicht. Is zo. Ja. En dat zeg jij, die kans om te overleven was groter dan om te overlijden. Ja, nou, we hadden Ralf, een natuurkundige, en die zei, als je een slinger hebt, en die slinger die maak je aan een vast ophangpunt, en die laat je op een bepaald punt los, dan kan die, als die nergens meer energie krijgt, dus nergens een duwtje krijgt of het ophangpunt van... Hier, dit is de slinger. Dankjewel. Hou er nog in. Ja. En dit is mijn gezicht. Ja, dat is jouw gezicht. Ja. Okay. En je laat die slinger los, dan kan die in principe nooit verder terugkomen dan dat die begonnen is. Volgens de natuur. Omdat het trekt zwaartekracht aan en luchtweerstand en wrijving. Dus ja, dan ga je maar staan. Maar dan is het moment dat die slinger nog maar zo'n stuk van je hoofd af zit, ben je toch ineens helemaal niet zo stoer meer. Laat kijken. 3, 2, 1... Ik ben wat vaker bang in dit seizoen, in dit programma. Maar Jan is niet zo vaak bang. Maar nu was het wel... Ja, je denkt toch, wat als het nou niet klopt? Ja, maar ik zou gewoon... Waarom doe je niet een watermeloen op een stokje daar eerst? Voordat je met je hoofd daar gaat staan. Het is tv, hè, Hubert. Ja, het is ook wel waar. Ja, je moet wel een beetje spannend maken. Maar toch, al heb je het 16 keer getest, toch denk je, misschien gaat het bij mij net mis. Ja, nee, ik had het bewust niet getest. Omdat ik dacht, ja, dan is de spanning er ook af. Dus ik ben daar gewoon gaan staan. En vertrouw je op de natuurkunde of op je eigen maar angst. Train je...